lerend implementeren. Dus van elkaar leren. Ja, het staat ook op de poster. Cora, waar staan we en wat hebben we vandaag gedaan? Nou, we zijn nu in Utrecht en we hebben vandaag een leuk symposium gehouden over medicijnresten, maar vooral microverontreiniging in afvalwater. We hebben eigenlijk vanuit alle kanten de problematiek bekeken. Mark de Rooij ging vervolgens in over hoe zijn we in 20 jaar tot de huidige waterkwaliteit gekomen. Wat moeten we nu nog gaan doen? En communiceer ook met anderen, bijvoorbeeld de zorg. Ben Palsma. Ik was heel blij dat ook de link naar de NWO-onderzoeken gemaakt is in de verschillende workshops. Omdat dat werk wat jullie doen, bij NWO, heel goed naadloos aansluit bij de ambities en de uitdagingen van de waterschappen. Want kan jij aangeven wat jullie ambities zijn op het gebied van water en wat ook in het bijzonder het NWO CEC, Contaminants of Emerging Concern programma voor jullie betekent? Dit programma is een partnership tussen STOA, KWR, TKI Water en NWO. En we hebben gezegd dat we de microverontreinigingen ook net zo belangrijk vinden en daarom hier geld aan willen spenderen. Er zijn veel mensen met ideeën voor onderzoek, mensen die aan de slag willen gaan, mensen die het ook echt goed willen doen. Hè. Dus het gaat ook echt wel om de kwaliteit te leveren. Van we willen niet investeren in systemen die heel veel geld kosten en misschien niet het beoogde effect hebben. Ik heb in jaren 30 terug had ik een airlift reactor op de effluent van de oxidatiesloot staan, waardoor je na het actief slip een biofilmproces zet met een hele lange verblijftijd. Zouden dat soort processen niet heel aantrekkelijk kunnen zijn om desnoods met koolmetabolisme dat soort rare stofjes af te breken? Als ze toch al honger hebben, wie weet wat voor stoffen ze wel gaan opeten. Dus ik ben heel blij met wat hier vandaag gebeurde en dat we de interactie hebben gevonden. En ik denk dat vooral de uitdaging ligt om de ervaringen in de context van 2019 te plaatsen. En dat wordt de uitdaging. Want we hebben nu een lijst met stoffen die representatief zijn voor de problematiek. En die hadden we 30 jaar geleden nog niet. Maar daar hebben we wel heel veel geleerd van allerlei verwijderingsmechanismen. En dat moeten we zeer dankbaar gebruikbaar van maken. Want we willen allemaal niet het wiel opnieuw uitvinden.